Als jij de gelukkige eigenaar bent van een limited edition van het kerstpakket van het album Christmas with Nick and Simon, dan zie je, als je het openmaakt, deze inhoud. Ja. Op de kaarsen na trouwens. Ja, die kaarsen worden er niet mee. En de flesjes water worden er ook niet bij, maar de rest wel. Maar wat belangrijk is in dit verhaal, kijk, het is een mooi kerstmuts. Het zijn mooie kaarten. Het is uiteraard het album, een stickervelletje. Maar, Nick. Ja, de kerstbal, daar gaat het om. Je zou denken, bal. Wat moet ik ermee doen? Scheuren, blazen, erin knijpen, eraan likken. Nee. Beslaan. Slaan. Als volgt. We hebben enkele kerstballen hier uitgestald en dat gaat dus zo. En dan uiteindelijk. Nee. Wordt die zo. We gaan er niet op alle kerstballen slaan thuis, dat is niet verstandig. Maar de kerstbal die in het kerstpakket zit van Christmas met Nick en Simon, moet je dus op slaan. En dan kun je weer een boom maken. Merry Christmas, everyone.